Goedemorgen en welkom weer hier op Facebook bij Smulweb. Mijn naam is Loesje en je kijkt naar mijn programma Zo lukt het Loesje. Vandaag gaan we ook weer een kijkersvraag beantwoorden. En ik wilde aan jullie vragen of je ook jouw moeilijkheid in de keuken of iets wat je nooit lukt, zet het hieronder. Wil je dat met me delen? Dan kan ik jou een oplossing geven hier in dit programma. Daar is het namelijk voor. En vandaag hebben we een leuke vraag gekregen van Gonnie. Het ging namelijk over knoflooksaus. En die knoflooksaus, zij zei van ja, als ik die zelf maak, dan is die altijd heel scherp. En de volgende dag heb je dan echt zoiets van, oh jeetje, ik heb echt heel erg veel knoflook gegeten. Hoe doe je dat nou precies goed, zodat je daar geen last van hebt, maar dat je wel die heerlijke, romige knoflooksaus hebt? Nou, daar heb ik een oplossing voor. En dat is namelijk dat je die knoflook eerst even een bereiding geeft. Want als je die knoflook een bereiding geeft, en bereiding kan van alles zijn, hè, we gaan het in dit geval poffen in de oven, dan is dat hele scherpe van de knoflook af en kun je hem gewoon heel makkelijk tot een pureetje maken en dan verder verwerken. Dus ik wil je graag laten zien hoe je dat moet doen. Je hebt twee grote bollen knoflook nodig. Die snij je dan doormidden en die leg je op een bakpapiertje. De oven zet je dan eventjes op 180 graden alvast. Laat je goed voorverwarmen. Nou, snij je mooi zo die bollen door de helft. Je kunt ook één bol gebruiken natuurlijk. Ligt een beetje aan hoe heftig jij je knoflooksaus wil hebben qua smaak. En dan wat olijfolie daaroverheen. En dit gaat ongeveer 20 minuten in de oven. En dan ruikt je hele huis hier dus naar. Dus hou daar rekening mee. Zet anders even een raampje open. Maar ik vind het heel erg lekker ruiken. En als het er dan weer uitkomt, dan krijg je zeg maar dit. Prachtig mooi gepofte knoflook. En je ziet eigenlijk al dat die knoflook een beetje zacht geworden is. Ik zal het nog dichterbij houden. Het is echt helemaal lekker een beetje glazen geworden. En dan laat je die bolletjes afkoelen. En wat je dan kan doen, ik zal er eventjes eentje van afhalen zo. Dan wip je eigenlijk zo die kernen eruit. Zo. En ik heb hem even laten afkoelen, omdat het dan ook, dan kun je het ook goed vasthouden, zeg maar. Hè? Want als het heel heet is, dan verbrand je je vingers. Zo, nou. En wat nou zo mooi is, deze knoflook, die kun je dus heel goed gebruiken om een pureetje van te maken. En die knoflook heeft dan dus niet meer dat hele scherpe, omdat we daar eventjes wat mee hebben gedaan. Dus even in de oven gepoft. Dit is ook heerlijk om zo op een boterhammetje te smeren. Daar weten we alles van hier op de redactie. Nou, wat nou zo grappig is, is dat die eigenlijk helemaal al meteen puree wordt als je erop drukt. Zie je dus eigenlijk al dat harde van die knoflook is verdwenen. Nou, dat willen we graag, dus ik plet het eventjes met mijn mes. Helemaal tot een mooi pureetje. Kijk, ja, je kan er wel doorheen, maar het is echt al helemaal netjes tot puree geworden. Zo, nou deze puree haal ik even van mijn werkblad af. Die doe ik in een kommetje. En hierbij gaan we eventjes wat hele simpele dingetjes doen. Ik heb hier namelijk wat crème fraîche. Doe ik daarbij. Want ik hou wel van een beetje die frissige smaak ook in mijn sausje. En ik heb hier de enige echte lekkere mayonaise die er bestaat, wat mij betreft. Die doe ik daarbij. Je kunt natuurlijk ook zelf mayonaise maken als je dat wil. Maar dit is net zo makkelijk. En er gaat wat peper en zout bij. Lekker zwarte peper. En een beetje zout. En voor de frissigheid heb ik nog een citroen. Die snij ik eventjes doormidden. En daarvan gebruik ik een beetje sap. Dat vind ik lekker in elk geval. Ho, geen pitjes natuurlijk. Die zal ik er nog even uitvissen. Zo. Pitjes horen natuurlijk niet in de knoflooksaus. Nou, dan heb je dus eigenlijk gewoon dat knoflookbrutje. Crème fraîche. Een beetje mayonaise. Peperzout. En citroen. En daar hoort natuurlijk ook nog wat groens bij. Oh, Caroline, inderdaad, Griekse yoghurt is een goeie. Dat is inderdaad, als je het wat minder vet wil maken, zeg maar, dan is yoghurt een goede vervanger inderdaad. Voor van alles nog wat, absoluut. Kan je heel goed gebruiken. Zo, even mijn vingers afdrogen. Ik heb hier nog wat platte peterselie. Daarvan hak ik wel even de steeltjes af, want die zijn wat hard, dus die gebruik ik niet. Dan doe je kruiden op een propje. En die hak ik dan even fijn. En
Als je nou naar buiten kijkt, hè, dan heb je zo dat lekkere weer. Het wordt 25 graden vandaag. Van het weekend wordt het geloof ik nog iets meer. Dus iedereen gaat barbecuen. Dus ik heb dan deze lekkere knoflooksaus eigenlijk zo gemaakt. Dus niks uit een potje. Gewoon heerlijk zo. Even zelf organiseren. En daar doe je natuurlijk lekkere worstjes bij. Lekkere braadworstjes. Nou, die heb ik ook al eventjes gemaakt, die braadworstjes natuurlijk. Dus pak een grillpannetje of dan op je barbecue. Lekker worstjes daar even op grillen met zo'n mooie grillstreep. Heerlijk. En dan eruit, als ze mooi gaar zijn. Dan heb je hier zo een fantastisch mooi schaaltje met worstjes. En daar doe je dan die knoflooksaus bij. Die gaan we natuurlijk ook even proeven. En dan vind ik het leuk om jouw kookvraag nog te horen. Dus heb jij een vraag voor mij? Wil je weten hoe ik iets doe in de keuken, wat bij jou bijvoorbeeld mislukt? Of waarvan je denkt, oh, misschien kan het ook nog wel anders. Laat ons dat weten hieronder. Kijk, ik moet natuurlijk wel veel knoflooksaus, hè? Dat is lekker. En ga ik dat even proeven? Het recept zetten we zometeen natuurlijk boven de video. Dus ik ben benieuwd wat je ervan vond. Dus geef ons een duimpje of een hartje of een bloemetje heb je tegenwoordig ook. Hartstikke leuk. En dan zien we jullie graag morgen weer. En dan weet niemand dat ik knoflook heb gegeten. Oh. Ja. Super.